met de combo over het lied over de haring. Wij varen vaak over de wereld, wij hebben al heel veel gezien. In elk land weer andere gewoontes, het eten soms vreemd bovendien. Ze strooien met pittige kruiden, je keel die doet er van zeer. Maar een Hollandse haring met uitjes, die lusten wij elke dag weer. Maar een Hollandse haring met uitjes, die lusten wij elke dag weer. Het eten aan boord is niet bijster, als kokkie het zout weer vergeet. Vaak ziet het eruit als een smurrie, en weet je niet echt wat je eet. Wij eten ook heel vaak hetzelfde, en mopperen wij elke keer. Maar een Hollandse haring met uitjes, die lusten wij elke dag weer. Maar een Hollandse haring met uitjes, die lusten wij elke dag weer. Vorig jaar was er voor het eerst een haringparty in Schoonhoven bij de Veerpoort. Dit is de tweede keer, maar heel anders van opzet. Ja, heel anders van opzet, maar het is niet de eerste of de tweede keer. Dit is denk ik de 15e of 16e haringparty die wij organiseren. Ja, maar ik bedoel op deze locatie. Op deze locatie is het de tweede, dat klopt. Ja. Ja. En dus een heel andere opzet. Kun jij iets over die opzet vertellen? Ja, vorig jaar hebben we het voor de Dirk Kuyt Foundation gedaan. En dit jaar hebben we ervoor gekozen om het voor een schoonoversdoel te doen. En dat is eigenlijk ook wel de gedachte dat we dat in het vervolg voor projecten in en rond Schoonhoven gaan doen. Want we spreken met Lea Moor hier van de Veerpoort. Dan gaat het over een tehuis voor Alzheimer-patiënten, volgens mij. Ja. En ja, dat is een heel goed doel. Ken jij ook meer van dat doel of is die initiatiefnemer misschien ook nog hier? Nou, het initiatief, het idee kwam eigenlijk van mevrouw, omdat wij helaas in onze klantenkring en ook in onze kennissenkring wel wat mensen hebben die ziekte hebben. En ze zijn nu in het voormalig weeshuis, zijn ze helemaal aan het renoveren om daar die mensen op een luxere en meer sociale manier te laten leven met die ziekte. Gaan die mensen allemaal storten die hier zijn vandaag? Ik mag het hopen. Anders komen we tekort. Nou, we gaan een loterij doen. We gaan veilen. En er zijn gelukkig wat leveranciers die al vlot geweest zijn. En gezegd hebben, joh, we steunen het project. En, ik ga ervan uit dat we de 6000 euro die ze nodig hebben voor een duofiets die ze nog graag willen hebben, dat we die wel op zullen halen. En ik hoop eigenlijk dat er nog 1500 achteraan komt. Ik heb begrepen dat het Thomashuis, ook in de Koestraat, dat die kinderen een nieuwe eethoek nodig hadden met 12 stoelen, geloof ik. Dus ik hoop eigenlijk dat we dat er ook nog bij kunnen nemen. Ik denk dat er nu 150 zijn of zo. Ik verwacht er nog wel 150. Want 300 gaan we wel vanuit. Ik heb gelezen dat de haring heel goed is dit jaar. Hij is geweldig. Ik ga je daar veel succes bij wensen. Goed, en ik hoop dat het een prachtig feest wordt vandaag. Oké, okay. En nemen jullie nog een borreltje van me? Ik sta hier met Jan Rob en hij is de beheerder straks, of de directeur, van het Thomashuis, hè? Of Tomanhuis. Nee, het gaat om een herbergier. Een herbergier. En een herbergier is kleinschalig wonen voor mensen met dementie, mensen met geheugenproblematiek. En dat komt in het oude weeshuis, dat is voor veel mensen bekend, in Schoonhoven. Hoe ben je tot het initiatief gekomen?
Wij hebben al jaren, zeker de laatste jaren, het idee dat de zorg voor mensen met geheugenproblematiek echt anders kan dan dat het nu gaat. En dat kun je een poosje roepen en wij hebben bedacht, misschien moet je dan het lef hebben om ontslag te nemen, je huis te verkopen en opnieuw te beginnen. Ja. En dat gaan we doen. Dan vraag ik gelijk, wat deed je hiervoor? Hiervoor werkte ik bij een grote zorginstelling in Rotterdam. En Ingrid werkte al in de ouderenzorg, ook in Rotterdam. Dus we zijn bekend met de problematiek. Ja. Nu kleinschalig, zeg maar. Hoeveel kamers zijn daar? Het gaat om 16 appartementen, waar dus ook 16 gasten zouden kunnen wonen. Dat wil zeggen, we hebben 4 appartementen die wat groter zijn. Daar zou ook een echtpaar kunnen wonen. En dat is bijzonder aan het concept van een herberg hier. Normaal gesproken als één van de twee echte lieden zeg maar, in de war raakt, dan houdt ook na 50, 60 jaar je relatie op. Omdat de één wordt geplaatst en de ander niet. En in ons geval zou ook een echtpaar of zouden twee echtparen kunnen wonen in de herberg hier. Nu is hier, dat begrijp ik, maar nu is hier een haringparty. En er komt ook geld vandaan, maar dat is lang niet voldoende om jullie bedrijf of instelling te financieren. Waar komen de financiën vandaan? Die financiën, elke herbergier heeft 3 appartementen voor mensen met uitsluitend AOW. En daarmee is een misverstand dat het alleen voor mensen die wel gesteld zijn uit de weg geruimd. Alleen AOW betekent dat het voor iedereen toegankelijk is. Mensen betalen woonlasten zeg maar uit eigen middelen. En de zorg die ze ontvangen, die worden betaald uit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Dat wordt omgezet in een PGB, een persoonsgebonden budget. En daar kopen wij medewerkers van in. Oké, en was je, denk ik, blij verrast, aangenaam verrast toen Leon Moor je belde van hey, wij hebben een goed doel en dat willen we graag besteden aan het... aan jullie instelling. En het sluit, we zijn ongelooflijk verrast en het sluit enorm aan. Wij wonen nu zelf ook 2 weken in Schoonhoven, in de Krimpenerwaard. Het is onwaarschijnlijk hoe welkom we worden geheten door inwoners uit Schoonhoven, maar hier ook uit de buurt. Dus het initiatief van Leon sluit ongelooflijk aan bij dat we ons enorm opgenomen voelen in de lokale buurt. Dat is okay. Heel bijzonder. Wanneer wordt het geopend? Als het goed is krijgen wij 14 september de sleutel en wij hopen 1 oktober te kunnen openen. En je gaat ook zelf meewerken? Wij gaan ook zelf meewerken, absoluut. Dus het wordt echt een echtpaar wat daar zeer in de zorg zit? Wij zijn echte zorgondernemers van herbergier Schoonhoven en wij zijn in principe 24/7 aanspreekbaar. Geweldig, een geweldig initiatief. Dank. En we gaan jullie zeker nog vaker zien. Fijn, dank u wel. Tot ziens.